mensen, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog op het kanaal. Dit is mijn vierde vlog op het kanaal en ik heb een mooie zonnebril op. En en we zijn nu bij Landgoed Hoevelaken en dit is mijn vierde vlog op het kanaal, als ik het goed zeg. Ik denk het wel, maar ik denk dat ik hier nog nooit ben geweest. Maar kijk dan hoe mooi, jongens. Oh, ik vind het echt mooi hoor. Ik zie ook hele mooie steentjes. Kijk, allemaal natuur. Ja, heel mooi. Ja, ik vind het echt... ik ben hier nog echt nooit geweest, denk ik. En het is ook heel veel bos. Nou, we gaan meestal wel naar bossen toe. Maar ja, ik vind het gewoon mooi. Wow, kijk die boom daar nu hoog. Kijk nu hoog. Zo. Ja. Maar ik vind het echt een mooie plek. En het heet dus Landgoed Hoevelaken. En het is toch net een ander bos, vind ik. Dus ik vind het wel een mooi bos. En je hoort die vogeltjes ook heel mooi fluiten. Ja, ik vind het echt mooi. Ik vind het wel echt prachtig natuur, jongens. Kijk, allemaal bos. Allemaal van die bomen. Ja, maar ik zei dat we iedere keer naar een andere bestemming gingen. Nou, dat gaan we ook. Maar ik denk dat we wel iets meer dan 2 keer hier naartoe gaan. Nou, ik weet niet, maar we komen hier. Ik denk dat we hier sowieso vaker gaan. Sowieso hier vaker gaan wandelen. Dus ja. Wow, ik zie gewoon nog allemaal blaadjes. Allemaal bladeren. Van gewoon van de herfst nog liggen. Dat vind ik wel bijzonder hoor. Want de herfst is eigenlijk al lang geweest. Ja, de herfst is al lang geweest. En dan ligt het nog steeds. Het is lente. Het is al lente. Dus ik snap eigenlijk niet heel goed waarom die blaadjes nog steeds liggen. Maar oké, maakt niet uit. Maar ik denk eigenlijk eerlijk gezegd wel dat ze die bladeren wel een keer gaan opruimen. Maar en er is daar ook een heel mooi grasveld. En daar gaan we ook naartoe. Huh? Daar staat een kar. Daar staat een kar. Hoezo? Nou, ik ga het jullie wel... Oh. Hè? Ik snap echt niet hoe ze daar een kar staat. Hè? Je staat gewoon? Hoe staat hier een kar? Ik heb echt geen idee hoe zo hier een kar staat hoor. Nou, ik vind het wel een bijzonder verhaal. Hier kan je eigenlijk wel mooi voetballen, als ik eerlijk moet zijn. Ja, maar ja, ik vind het op zich niet. Ja, het is niet echt een heel mooie voetbalplek of zo. Wow, kijk dan hoe hoog die bomen zijn. Echt niet normaal. Ja, maar ik denk dat die bomen wel 15 meter hoog of zo zijn. Maar en vanavond komt er trouwens ook weer een nieuwe gamevideo online. Dat wordt ook heel leuk. En nu ga ik allemaal dingen aan jullie laten zien. Want wat ik ga doen, dat ga ik nog niet vertellen. Dat zie je wel in de video van vanavond. En ik denk deze vlog... Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, deze vlog komt dan pas zondag online. Dus morgen. Want het is nu zaterdagavond. Dus deze komt als het goed is morgen online. Dus op zondag. En dan komt gewoon... Ja, er komen ook nog shots vandaag online. Nou, voor mij niet, want die komen pas zondag online. Maar we gaan nu even lekker wandelen. We zijn eigenlijk al aan het wandelen. Maar, dit lijkt me echt vet om hier te wonen. Lijkt me echt vet. Lijkt me wel leuk om hier te wonen. Maar ik denk dat zonnepanelen niet heel veel zin heeft. Maar want je zit in het bos, je zit in de schaduw. Dus dat maakt eigenlijk helemaal niet te warm. Kijk nou hoe mooi, jongens. Kijk nou hoe mooi het plaatje. En ik heb een zonnebril op tegen de zon natuurlijk. En Dus hier is een kaart. Ik ga zo filmen, maar... Oeh, wat is dit? Of, ja, dit is natuurlijk hoe je moet wandelen. Nou, we weten wel hoe je moet wandelen hoor. Dus hoef je niet meer ons uit te leggen. Maar we vallen gewoon allemaal bladeren. Kijk dan. Kijk, er valt gewoon van alles naar beneden. Wow.
bijzonder. Nu is het echt mooi zonsondergang. Nou, eigenlijk is het nog helemaal niet zonsondergang. Het is nog maar, even kijken hoe laat het is. Het is nog maar 6 uur 's avonds, dus ja. En ja, en ik ga straks ook een film kijken. Ik weet niet hoe de film heet, maar ja, het is in ieder geval wel een leuke film. Dus ja, dus ik ga nu even lekker wandelen en ik zie jullie zo weer. Dus de tegels zijn echt mooi, hè? Zo, als je niet, als je even hout voor je kachel wil halen, nou dat kan wel hier. Oh, ik dacht even dat dit een voetpas was, maar het was blijkbaar een fietspad. Ik bedoel, hier kan je ook heel mooi op lopen, toch? Nou, hier kan je op zitten, maar het is coronavirus, hè, dus dat mag niet. Oh, joh, hier zijn allemaal bomen gekapt. Oh, joh. Oh, ja, natuurlijk. Ze hebben hem gekapt voor die boomstammen misschien. Oh, ja, ik snap het helemaal. Ja, misschien hebben ze dat wel gedaan. Ik denk het eigenlijk wel, eerlijk gezegd. Ja. Die bladeren, kijk dan. Mooi. Mooi zeg. Ja, nou, het is niet heel bijzonder eigenlijk, maar... Oh, hier kan je gewoon langs. Oh, hier is gewoon een hele weg of zo. Oei, daar kan je zo langs. Maar goed, ik denk dat ik gewoon zomaar ga lopen. Maar goed. Ja, ik ga nog even lekker verder wandelen, dus dan zie ik jullie zo weer. Maar goed, mijn batterij is bijna leeg, hij is 5%. Dus ja, dat zie je natuurlijk niet. Maar ja, als je dit nou een leuk vlog vond, klik een blauw duimpje hoog, abonneer op mijn kanaal. En ja, dan ga ik je bij de volgende vlog weer zien. Mensen kijken, laatste!